1, 2. Wekken van noeste arbeid is er dan eindelijk loor. De deurdonder cd met 6 weergeloze deurdonder dialecttracks. De missing link in elke platencollectie. Nou ja, in ieder geval in Oost-Nederland. Dat is wel leuk om iedereen in het echt te zien. In het echt? Ben je met echt? Ja! Ja, het is echt! Dames en heren, wie gaat een onvergetelijke arm tegemoet? De afgelopen week ben ik 6 bands die op dit moment heel wat anders aan het doen zijn. Druk bezig geweest met het maken van rock and roll. En ze hebben zich laten inspireren door een liedje van Normaal. En daar is het resultaat, dames en heren. Een echte CD. Deurdonderen. En ze gaan het vanavond live ten gehoor brengen. Muzikaal. Vanavond gaan onze 6 bands met de billetjes bloot. En dat klinkt erotischer dan het is. Wie gaat lusten naar dialectpoëzie? Wie zit hun zenuwen? Wie roept hun angstzweet? En er is geen bier tegen op te wassen. Wie hebt het vernoemd over dokter Watjes uit Hengevelde? De Taliban uit Toldiek? Half om half uit Uzzelo? De boetnes uit Braamt? De boeren Rockies uit Tuk? En ritten ditten uit Niekerk? Dames en heren, we zijn nu beland bij het live gedeelte van Deurdonderen. En deze jong strapt af en ze komt uit Hengevelde. En ze heeft een van de mooiste zinnen uit de Twentstalige rock'n'roll bedacht. Als je honger hebt, dan trek je gewoon een mammoet van de benen. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor dokter Watje? Ik was de helft van niemand en tegelijk van iedereen. Niemand nam meer dan het nodig had en door met waanzin wat tevreden. Geen mens weet hoe dat nu nog moet. Het is ook veel te lang alleen. Dat de wereld nog van niemand was. En tegelijk van iedereen. Alle lullen van hem geliek en iedereen was goed te pas. Iemand had een rode cent. Wist er toen ook nog geen benen. Hij honger aan, dan trok hij gewoon een mammoet van de benen. En niemand had toen warkelen, van alle dagen vrij. Nooit geen stress op druk, iedereen was altijd mee. Prukken, brummels en een zwaan en daarna ging hij fijn op jacht. En ieder kon gewoon leren van wat moeder redden bracht. Toen was dorp in zijn keel en zei, hey, gooi eens aan de kaart. Ik eis de boel hierop, vanaf nu is dit Milaan. Wie erop is nog niks, had toch een jullie nacht van wie. Dit is nu niet meer van ons, dit is alleen nog maar van ik. De wereld is niet van ons. Dokter Watjes. Dokter Watjes. Ik ben zeker geen Watjes. Nee. Nee, ze zetten de lat heel hoog. Ja. Ja.
Ik ben blij dat wij ons les te moeten, want dan is iedereen dronken. Dan heeft ze het niet meer in de grote. Oh, dat is waar. Wij moeten het voor jullie. Dus dan... Nee, okay, dat scheelt wel weer. Gewoon heel veel bier in jullie. Muzikaal hoogstandje. Dat zijn goede muzikanten. Ja. Echt conservatoriumlui, hè? Dat kun je wel horen. Ja, aan de ene kant is het ook wel een eer natuurlijk. We hebben die lui dan een paar weken terug op Manjana Manjana gezien. Ja, dan sta je publiek en nu sta je samen met ze hier dan op een soort van albumpresentatie te spelen. En dat is gewoon heel gaaf. Dat is toch wel heel tof, ja. Dus, En niet alleen om Dr. Watjes hoor. Wij vinden met iedereen een eer eigenlijk om op album te staan. Die groeien, waar die vet dag en nacht. Die ben een vies, vet varken, die ben riep voor de smaak. Waar ik heel bang voor was, is dat we een beetje weggezet zouden worden als een boerenrockbandje of zo. En dat was absoluut niet de bedoeling. En dat is ook niet gebeurd. En daar ben ik wel heel blij mee of zo. Dat zo uitgepakt is. Ja, weet je, als iedereen maar doet wat ze leuk vinden, dat is volgens mij het idee, zeg maar. En als iedereen dat gedaan heeft en zich niet aan heeft gepast aan het format, zeg maar, dan is het goed gebeurd. En volgens mij is dat goed gelukt bij iedereen. En artistiek en niet in het eeuwige boeren, dirt, donderen, verhaal weer al. Ik doe gewoon mijn eigen dingen. Ik vind dat ook fatsoenlijk wel. Doe maar eens een keer wat anders, dat is moeilijk. Elk bandje doet normaal en jovig dat. Dirt de Watjes niet, die ook niet. En de rest wel. De rest allemaal wel. Ja, dames en heren in de huiskamer, we gaan verder met de tweede band van vanavond in Deurdonder. En ze heeft zich laten inspireren door het nummer Verstand op Nul. En die hoeft alleen maar aan te kijken en die weet dat is heel goed gekozen, dat liedje. Hier, dames en heren, bunt de Taliban! Aan te verstaan wat er ook gezegd wordt. Misschien willen we toch niet als nummertje heel rustig zingen voor de camera, dat mensen het wel snapt. Wat u daar misschien doen? Okay. Een stukje acoustie, a cappella. Kan dat niet doen? Zo ben ik en zo is allemaal. Nee, weet je wat een beetje op neerkomt? Is eigenlijk dat het lef een beetje betrekkelijk is. De ene keer ben je een held en de andere keer een lul. Ben je een lul. De ene keer heb je geld en de andere keer is saldo nul. Dus dat is iets. Ik denk dat de betrekkelijkheid er een beetje van moet zien. De Taliban vond ik wel leuk. Taliban vind ik ook. Ik ben groot fan van de Taliban. Ik ook. Ik vind ze doen zichzelf een beetje voor als een onzin bandje, maar ik vind ze stiekem best wel goed. Ja, klinkt best wel leuk. Strak, fris. Helemaal katsgek in de kop, dat ook. Maar daar kan ook niks aan doen natuurlijk. Maar dan is hier een goed gezelschap. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Oké. Ja, lekker nummer. Nou ja, ruige gast. Stoer, niet bang voor niks. Als je zo erbij loopt, dan schijt en alles. Ja.
bestaat nog wel. 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 Jongens, het was maar vier akkoorden, zo speciaal is dat weer niet. Geweldig. Ja, dat is leuk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is wel echt tof dat je gewoon ook met Lu staat, wie er ook een beetje mee bezig bent. En mensen die nadenken over teksten en hoe je teksten probeert te brengen. En, We worden eigenlijk een beetje op neerkomen is dat wie vanmiddag al... U moest vanmiddag al spullen, dus u bent eigenlijk al liekevol een beetje. Wat een soortje omgeregeld. Helemaal mooi. Godverdikte. Ja, ik vind het mooi. Ja, totale bewondering, echt waar. Of ik bekend ben met heel repertoire? Nee. En ik heb net te zien, wil het ook niet. Het zou best goed komen, denk ik, met de man. Yes! Wow! Zeg maar, is hij gesigneerd? Is hij gesigneerd? Hey, Stijn, je gitaar houden. Dikke hoop! Oh, kut. Muziek, beste kikkers, muziek. Het ging niet uit om seks, om drugs, om rock'n'roll, soms gaat het ook om eenzaamheid. Dat is zo in de steek, Lord. Dan looi je me staan. Hier bent ze. Half om half! Ik heb schik in het leven als mijn alles weer ten bult kameren wat mijn hart begeert. Ik heb heel veel doen en heel veel zin. Ik heb een machtig mooi leven. En ik mag te geen meer. Kom ik altijd nog in niet te kort alleen op de bank. Studio Sport en die luchtgeplek is voor je wezen mod. En ik kom op en dan en ik kan het alleen. Ik kan mijn voeten redden, maar ik ben in van steen. Ik cirkel zo vaak en dan loor je maar van. Maar laat het er nog maken. Ja, dat is ook wel lekker nummer. Prima. Ja. Ik vind het verschil valt me mee. Ja. In de nummers. Ja. Het is niet allemaal net. Hoe? Nee, ik had ook inderdaad verwacht dat het allemaal iets meer rock ook zou zijn. Iets meer recht toe recht aan, maar het is wel, het zit er echt wel afwisseling. Ook, het zit iets meer iets meer muziek of zo. Ja. Half om half, die kende ik hiervoor nog niet, moet ik zeggen, maar dat is wel een gewoon een tof bandje. Het zijn gewoon leuk, leuke gasten en lekker stukje muziek. Dat nummer doet me heel erg denken aan een oud normaal nummer. Die Tietep Wegen Hart. Twee stemmen en zo. Dat raakt je meteen. Dat vond ik heel tof meteen. En ik droom mijn beste brood te vergeten. Maar ik kan ook niet aan de kaart zetten. Maar de slimste is. Hartstikke mooi. Ja, prachtig toch? Ik vind het wonder. De mooie Jels. Mooie rechten. Dus nee. Ik vind het wel gaaf zo met elkaar. Ja, ik heb nooit gedacht dat ik ooit met de Taliband op een CD zou komen te staan. Nee, dat vind ik echt. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik fantastisch. Nee. Haalt niet meer door, wees. Maar je doet één ding. Ja, en niet alleen wie, alle bandjes eigenlijk. En ik denk ook wel dat je 6 totaal verschillende bandjes hebt. We'll be right back.
ik denk dat ze allemaal wel waardig bent voor ons voorprogramma. Ja, maar dan toch maar wie in hun voorprogramma. Ik vind ook eigenlijk dat wie als led staan, maar ik vind dit een geweldig voorprogramma. Maar goed, ja, hoogtepunt is aan West, dat is een beetje jammer. We gaan vandaag met onvervalste rock'n'roll van het platteland met een oren aan de plek waar het altijd begint in het oeverhok. Hier bij de Boetner! Ja! Ik ben wel blij met het nummer eigenlijk. Ja, ja, zeker. Lekker stevig, gewoon niet te moeilijk. Gewoon lekker stevig rock and roll. Zo allemaal het nummer voor elkaar spelen is natuurlijk wel ja, heel spannend, maar iedereen reageert heel tof. En het is een reunie. Of ja, je hebt ze eigenlijk nooit ons kent ons. En, ja, je hebt ze nog nooit gezien, maar het voelt als een reunie. Ja. Ja. Dat is het! Voorbij! Hier is de kant en ik heb de slag. De stoel aan het doen. Oké, Ritten, dit staat er ook in, heb je gezien? Hier. Andrie. Vooral hij is heel lelijk, hè? Die drummen. Ja, wat een lelijk, toch niet? Hey. Hansjo. Boetnis, swingt de pound uit. ja, ik heb bewondering voor die gasten, echt waar. Het is, misschien ook wel een beetje door de tv-serie, een WhatsApp-groep met twee bandjes bij elkaar. Ritten dit. En de Boetnis. Yes! Dank u. Dat geloof je toch niet? Wat ga. Wat echt gewoon niet waar. Wat een kring. Dienand is in slaap. Ik weet niet, volgens mij moet er even reanimatie toegebracht worden of zo. Nee, it's a man's world. Maak dag en heren, maar ook vrouwen die muziek maken. Die bunt hier vanavond in het café. De boerenrockies met het liedje. Hoe heet het ook alweer? Wanneer ik ben uitgerekend is 19 juli. Ja, dus nog 3 weekjes. Nu, ja. Heel knap dat ze er vanavond bij is trouwens. Ja, echt. Ze staat ook met optreden, staat ze nog gewoon, hè? Ja, jij is ook het enige nuchtere bandlid in deze hele setting. Dus op zich is dat al knap genoeg. Twee nuchteren. Ik heb het heel zwaar nu op het moment. Kleine boven. Nou, een top gezellig, het is maar hoe hij ziet. Hij zegt dan die geen idee. Schat, waar kom je weg?
chaos. Ik vind het wel een eer om met hun, met echt supergoede muzikanten ook, Dr. Watjes, nou ja, hoorde ik net allemaal conservatorium, om dan met hun hier te mogen staan. Dat vind ik wel heel tof. Ja. Maar ook steek ons een klein beetje de gek aan af en toe. Daar kunnen we wel een beetje om lachen hoor. Dat hoort erbij. Maar ons nummer blijft wel hangen. In de kop. Ja, ik heb de kop in de kop. Wiesen in de stad, vind dat mijn wonen in de gaten. Die laat neem ik niet serieus, die wonen in de vlakte. Wiesen daar, die vind ik allemachtig, ga ik niet. Ik moet de wet lezen, maar het is niet dat ik het verkies. 6 uur in de nacht, het werk is weer gedaan. Op volle vaart naar huis, wat moet maar wel voldaan. Ik die snel reed, en dan onder de pomp. Het leven is een groen, het gaat zoals het komt. Het is vaak niet. Ik denk, ja, ik zat er weer. Ik zit al zo op marktplaats. We hebben zo lang ons best gedaan. Maar het is allemaal voor niks. Ze gaan met de beker naar huis. Ja, ik heb de kop. Ik heb nog steeds in mijn kop. Ja! Ja, superleuk! Ja, wat zeg maar. Die ligt er goed in. Ja. Ja, fantastisch dat jullie er mee. Ja. Mag je blijft gewoon hangen in nummer, denk ik. Nou, en dat gaat niet helemaal goed, maar dat maakt niet uit, weet je wel. Dan gewoon genieten. Ja, en dan wil je eigenlijk gewoon nog wel weer doorspelen. Ja. Wie is kicken en deur gewoon? Wie is kicken en deur? Pieter Dingeris, Pieter Dingeris. Wij zijn de laatste en dat is... strak maar ja, dat is mooi. Want de sfeer zit er minder goed in. Maar goed, we moeten nog wel even presteren natuurlijk. Oké, dit is de laatste band. Van deur donderen en deze band heeft een boodschap en die boodschap is heel helder. Omdat iedereen ook fretten moet. Hier is Ritten Ditten! Staan. Dat is echt wel leuk. Beetje, wel iets spanning hoor. Ja. Ik bedoel, we zijn toch allemaal muzikanten en ja. Goede muzikanten vooral. Goeie muzikanten. Ja, hetzelfde genre. Ja, dus ze kijken allemaal op je vingers. Dus wordt echt goed je best doen. Dat je kans krijgt om zo met andere bands van hetzelfde genre te spelen. En dat je gewoon met Jan-Willem Tolkamp zijn nummer op kan nemen. Ja. En dat resulteert in dit. Ja. En zoveel reacties over. Dat hadden we ook niet verwacht hoor. Van Ritten, dit is zeer goed. Nieland heeft last van zeer Hellenbrie. Hellenbrie heeft last van Nieland. Ritten was goed. En ik ga op. Heel goed.
ik heb een kleine vraag. Wat vond je van de rest van de bands? Ik vond de rest verrassend goed. Mooi, hè? Strak allemaal. En dames en heren, Oost-Nederland, dit was de eerste aflevering van een lange reeks deurdonden. Toch? Dit krijgt absoluut een vervolg. Yeah. Ik heb voor iedereen een cd. Mooi. Kun je dat even ronddelen? Ik had voor iedereen een cd. Iedereen donders bedankt. Heb je gehad en poseren voor de groepsfoto. En naar je... Ik hoop dat je wakker blijft. Ja, ik ook. Was het dan? Laatste aflevering van Deurdom. Ja, die cd die kun je trouwens niet kopen. Dat is weer typisch. Ik hoop in de hoes. Vond het mooi. Leuke bands. Beetje weinig merkers, maar ach, je kunt niet alles hebben. Ik ga weer naar hoes, hè. I'm a poor, lonesome cowboy. De kop. De kop. Ik heb de kop in de kop.